Het gerechtelijk vooronderzoek tegen de twee broers, die worden verdacht van terroristische activiteiten in Suriname, is onlangs door de rechtercommissaris opgestart. Dit laat procureur-generaal Roy Bainaj Pandey weten. De verdachten zijn sinds 23 juli dit jaar aangehouden en in verzekering gesteld door de politie. Geruchten doen de ronde dat de broers bezig waren met activiteiten die moesten leiden naar een aanslag tegen een van de ambassades in Suriname. Echter wordt er vanuit justitiële autoriteiten weinig inhoudelijke informatie gegeven over deze kwestie. Volgens de procureur-generaal worden de getuigen die zijn voorgedragen door het Openbaar Ministerie nu gehoord door de rechtercommissaris. Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie bij de rechtercommissaris een vordering ingediend voor het openen van een gerechtelijk vooronderzoek. Simultaan om ook de verlenging van de detentie mogelijk te maken middels het honoreren van vorderingen van bewaringen. Ik moet zeggen dat de rechtercommissaris beide vorderingen heeft geaccordeerd. En inmiddels heeft de rechtercommissaris een aanvang gemaakt met het gerechtelijk vooronderzoek. En in dat kader is de rechtercommissaris doende om getuigen te horen. Getuigen die worden opgegeven door het Openbaar Ministerie. En ik sluit niet uit dat er momenten zullen zijn waarop ook de verdediging de gelegenheid krijgt om getuigen voor te brengen. U hoort mij nadrukkelijk niets inhoudelijk zeggen, omdat in de fase van het onderzoek moet ik voorkomen dat mij het verwijt wordt gemaakt dat ik voorbarig ben geweest om dossierinformatie te wisselen. PG Bainaj Pandey zegt dat de verdachten die de Nederlandse nationaliteit hebben ook het land uitgezet kunnen worden, als dat nodig mocht zijn. Volgens hem houdt het Openbaar Ministerie alle opties open. De procureur-generaal benadrukt dat er wel sprake is van gepleegde strafbare feiten. De handelingen die het Openbaar Ministerie heeft gepleegd, samen met de politie, en waarvan dossiervorming heeft plaatsgevonden, aangeboden aan de rechtercommissaris. En de inspanningen van de politie met het Openbaar Ministerie zijn door de rechtercommissaris correct bevonden. En dat betekent dat we hier te doen hebben met gepleegde strafbare handelingen, waarvan ook de rechtercommissaris de mening is toegedaan dat de detentiemaatregelen moeten worden gecontinueerd. Procureur-generaal Roy Bainaj Pandey over de twee broers die als terreurverdachten zijn aangehouden. Volgens hem is de rechtercommissaris intussen gestart met het gerechtelijk vooronderzoek in deze kwestie.